wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We nemen jullie weer mee met een paar dagen uit ons leven. En ik heb zo meteen voor de tweede keer mijn theorie-examen. De vorige keer was ik dus helaas gezakt, dat hebben jullie kunnen zien. En deze keer gaan we het opnieuw doen. En ik hoop heel erg dat het gaat lukken. Maar goed, weet je, ik ga er gewoon vanuit dat ik een rood scherm heb. Dat ik gewoon daar naar beneden heb. En al een groen scherm heb, kan het altijd meevallen. Ik ga gewoon mijn best doen, meer van mijn best kan ik niet doen. En dan gaan we het zien. Maar ik vind het echt heel spannend eigenlijk. Ik heb net ook rijles gehad, dus nou ja, dat ging prima. Ik wil gewoon wat meer als dat ik al kan, dus ik moet gewoon even wat geduld hebben. Nu ben ik in ieder geval aan het kijken naar de dingen die ik fout had gedaan. Althans, zeg maar, als je krijgt dus zo'n formulier, dat kan je in de vorige vlog kan je dat zien. Vorige vlog dat ik over mijn auto, zeg maar, dat ik gezakt was. Daar kan je dus zien waar je onvoldoende of middelmatig op hebt gescoord. Dus daar ben ik nu nog even naar aan het kijken en dan vind ik het goed, dan ga ik dat laten. Over ongeveer een uurtje gaan we weg, dus dan gaan we die kant op. Echt, ik vind het zo spannend. Nou, ik wil ook gewoon niet. Ik ben gewoon heel bang dat het weer fout gaat. Maar ja, het komt allemaal goed. We gaan het zien. Ik neem jullie mee. Deze keer gaan mijn vader mee en we gaan het zien. Oh, ik ben spannend. Oh jongens, we beginnen al goed. Ik dacht dus dat ik om 12:40 had ik doorgestuurd dat ik toen mijn examen had. Maar hij is dus om 12:20. We komen nu om 11:50 aan. Dat is 10 minuten van tevoren. Officieel moet je daar een kwartier van tevoren zijn. Ja, ik geef al gas. Nee, maar je hoeft niet al te snel. Je moet niet goed te strijden. Dus nu moeten we een beetje... Ik moet gewoon heel gauw naar binnen. Maar ik had gehoopt dat ik nog weer wat eerder was. Net als vorige keer dat ik nog even op de parkeerplaats kon staan. Maar goed, zo dom. Goed jongens. Oh, ik moet er weer uit. We gaan het doen. Zet hem op, hè. Oh jongens, ik heb hem helemaal niet. Ik heb het gehaald hoor. Oh. Maar weet je wat nu echt heel scheef is eigenlijk? De vorige keer had ik dus zeg maar bij de eerste had ik 4 fout. Je mag wel, ik film van hier hoor. De vorige keer had ik bij de eerste had ik er 4 fout. Bij de tweede had ik er 0 fout. En bij de laatste had ik er dan 4 fout, dus 1 te veel. Ja. Nu had ik er bij de eerste 7 fout. Oh. Bij de tweede had ik 1 fout. En bij de laatste had ik er 2. Denk ik, dan was vorige keer ook al goed geweest. Dan had ik het bijna nog beter gedaan dan, zeg maar. Ja, maar nou, goed. Dat ik ook. Maar niet uit. Ik ben geslaagd. Ik ben geslaagd. Echt waar? Ja. Oh, gefeliciteerd. Je kan het gewoon. Yes. Hallo, hallo, een hele goede morgen. Het is nog ochtend volgens mij. Ja, het is 11:30. Ik heb jullie helemaal niet meer nog wat verteld over mijn examen, zeg maar. Dus dat zal ik nu heel eventjes kort doen. Want ik heb dus, nou ja, afgelopen maandag had ik mijn examen. En ik wist echt niet zo goed, of ik het wel zou kunnen, zeg maar, deze keer. Nou, zoals jullie hebben gezien was ik dus natuurlijk al wat later. Ik kwam ook eraan. Uiteindelijk maakte dat allemaal niet zo heel erg veel uit. Ik kon gewoon heel snel doorlopen, dus dat was wel chill. Ik was echt super zenuwachtig ook. Het was echt niet normaal. Het was echt nog veel erger als de vorige keer. De vorige keer was ik natuurlijk ook eerst even op de parkeerplaats. Het was helemaal even chill en zo. Nou, toen was ik ook echt wel super goed voorbereid. Althans, dat dacht ik. Nou ja, was ik denk ook wel. Ik had alleen op 1 fout. Had ik net niet gehaald, zeg maar. Maar goed, in ieder geval dus had ik de toets. Ik was super zenuwachtig. Ik had ook al wat vragen en zo. En nou ja, ik heb ook wel heel veel nog gebeden tussendoor of God me wilde helpen met wat ik moest kiezen en zo. Nou, dat heeft hij gedaan, want ik heb het gehaald gelukkig. Toen ik dus zeg maar op een gegeven moment krijg je dan ook zo te zien van als je nu doorgaat, dan kan je niks meer aanpassen. Nou, als je dan dus op ja klikt, dat vond ik echt heel spannend, want dan kan er dus op een gegeven moment kan je niks meer veranderen. Dus toen was het doorklikken, het stond er gewoon dat ik was geslaagd. Ik had het zo niet verwacht. Ik dacht ook, weet je, ik ga er gewoon vanuit dat ik niet ben geslaagd. Want dan kan het altijd meevallen en als ik dan niet ben geslaagd, dan kom ik er gewoon nog een keer terug over 2 weken of zo. Maar ik was dus gewoon geslaagd en dat vond ik echt zo leuk. En jullie krijgen ook hier even in beeld mijn uitslag, zeg maar, te zien. Dus ook de dingen dat ik dan minder goed had gedaan. Zeg maar waar ik dus oranje op scoorde. Maar goed, ik vind het allemaal wel prima. Ik heb het gehaald en ik vind dat echt heel chill. Kan ik dat in ieder geval nu loslaten. Dus ik ben helemaal blij met hoe dat is gegaan. Ik heb in juni mijn tussentijdse toets en dan in juli heb ik mijn echte examen, dus met het rijden, zeg maar.
Dus daar ga ik de komende tijd ook nog lekker rijlessen voor nemen. Althans, die heb ik allemaal ingepland staan. En dan gaan we nu daarvoor. In ieder geval heel chill dat mijn theorie-examen is afgerond. Vandaag ga ik weer lekker verder editen, ook aan de vakantievlog en zo. Ik vind dat heel erg leuk. Vandaag komt trouwens ook mijn fotoboek binnen. Ik had een soort magazine/fotoboek gemaakt van de afgelopen vakantie. Ik ben heel benieuwd hoe die is geworden. Ik ben er nu ook met eentje bezig van 2022. Echt, ik vind het echt heel erg leuk. Maar in ieder geval, vandaag komt die van Oostenrijk binnen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die is geworden. Dus die zou ik jullie even laten zien straks. Nou jongens, hij is eindelijk binnen. Echt, het duurt echt veel te lang. Goed. Ik maak hem even open. Ik heb het trouwens besteld bij studentendrukwerk. Ja, volgens mij heb ik hem daar besteld. Kijk. Ja, kijk, bij studentendrukwerk heb ik hem besteld. En dan zijn dit de boekjes. Kijk. En dit is de achterkant. Er zijn er trouwens 3. Zo leuk! Hallo, hallo. Het weer doet echt gekke dingen. Nou oké, het valt best wel mee eigenlijk. Het sneeuwt in ieder geval heel erg, maar het regent ook. En het is niet echt... Ja, het is wel koud buiten, maar het is niet dat het eerst gevroren heeft. Kijk, in de tuin... Zoals je ziet blijft het hier wel een beetje liggen. Voor de rest valt het echt heel erg mee waar het allemaal ligt. Het is ook echt zo van die natte sneeuw. Maar ik vind het wel heel erg leuk, want ik vind het wel heel leuk dat het sneeuwt als het hier sneeuwt. In ieder geval, ik ga nu lekker koken. We hebben vanavond even de disco. Zo, daar hebben we net even inkoop voor gedaan. Ik ga nu aardappeltjes, groente, vlees koken. En dan gaan we straks richting de disco. Vandaag ging ik spontaan even met mijn moeder naar de stad toe. En we hebben toen heerlijk wat geshopt. En we zijn toen ook nog bij Brownies & Downies wat gaan drinken. Zo lekker en zo leuk. En dit zijn de dingetjes die we hebben gehaald. En vervolgens heeft mijn moeder die ijsjes nog in de tuin opgehangen. Dat was namelijk vogelvoer. Opa en oma kwamen 's avonds gezellig eten, dus we hebben heerlijk eerst pannenkoeken gegeten. En toen daarna was het tijd voor een lekker toetje. Van oma hadden ijs meegenomen, dus daar hebben we heerlijk van genoten. En daarna gingen we eventjes naar de Lidl toe, want onze spaarkaart was vol. Dus dat betekende dat we een knuffeltje mochten uitkiezen. Doen we, vlinder. Doen we die? Ja. Nou, leuk, Mien. En toen was het tijd voor Wie is de Mol? Het is vandaag de finale. Dus nou ja, we hadden allemaal lekkere dingetjes. En toen gingen we met z'n allen gezellig de finale kijken. Pap, wie vind jij? Jurre. Mam? Ja, Jurre. Oké, en jij? Jurre. En Nomi. Ik weet het niet zo goed. Zou ik voor Daniel gaan? Ja. Oké, dan hebben we iedereen heen. Jurre. Jurre was het gewoon. Joehoe! Yes! En dan was dit alweer deze vlog. Hoop dat jullie het weer leuk vonden. Zo ja, doe dan zeker je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik dan ook even op het belletje. Dan krijg je namelijk altijd een melding van wanneer we weer een nieuwe video plaatsen. En dan zien we jullie graag weer bij de volgende video. Doei doei!